Welkom bij het eerste webinar in de serie Startup Investing op NXchange door Startup Bootcamp. In samenwerking met Startup Bootcamp, Managing Director Koen van Novak, organiseren wij meerdere webinars, een serie van 3 webinars wellicht, over Startup Investing. En tijdens deze sessies zullen wij meerdere gasten ontvangen, waarbij we jullie alle ins en outs over Startup Investing gaan vertellen. Ik ben hier uiteraard niet alleen. Vandaag ben ik hier samen met Koen, mijn co-host van deze sessies. Koen, wil je misschien heel even wat vertellen over jezelf? Zeker. Koen van Novak. Ik ben Managing Director van Startup Bootcamp. Serial ondernemer. Dus ik heb ontzettend veel startups en scale-ups opgericht door de jaren. Veel geluk gehad, maar ook veel geleerd. En dat gaat niet altijd lekker. En sinds 2017 werkzaam bij Startup Bootcamp om de nieuwe generatie van founders te ondersteunen. Dat is mijn passie en ik ben ontzettend trots en blij elke dag om nieuwe founders met nieuwe ideeën te gaan helpen schalen. Ik ben managing director, dus ik ben verantwoordelijk voor ons oude programma's, ons huidige programma's en ons toekomstige programma's. En ik ben heel blij hier om mijn kennis en ervaring met de community te gaan delen. Ja, en we zijn niet alleen. Want als er iemand weet hoe je moet beleggen en investeren in startups, dan is dat Philip Kuipers wel. Philip, jij bent professionele belegger, venture capitalist. Ja. Jij hebt van jouw professie eigenlijk het investeren in startups gemaakt. Kun je wat vertellen over Volta Ventures, waar jij werkt? Zeker. Dus ik werk bij Volta Ventures hier in Amsterdam. Wij zijn een investeringsfonds dat zich richt op softwarebedrijven in een heel erg vroege fase. Dan moet je denken aan bedrijven waar 2-3 mensen werken, die net begonnen zijn, die misschien inderdaad door een acceleratorprogramma als Startup Bootcamp zijn gegaan en die echt iets nieuwe technologie in de markt willen zetten. Wij investeren dan in het bedrijf om hen dan verder te begeleiden, het groeikapitaal te geven om hun businessplan te gaan uitwerken. En ja, zo'n relatie duurt gemiddeld een 7-tal jaar. Dat hebben we inmiddels sinds 2014 al bij 30-tal bedrijven gedaan in Nederland, in België. En we hebben net een nieuw fonds opgehaald om ook verder dat te blijven doen. Dus je kan, mijn dagelijks werk bestaat eruit het analyseren van start-up voorstellen en gaan kijken waar is de markt voor, wat zijn de teams die wij willen steunen. Ja, kun je nagaan. 30 startups vanaf 2014 tot nu. Dat is, is inmiddels toch wel een hoop aantal jaren. Hebben jullie de eerste exits al gehad? We hebben in de afgelopen jaren inderdaad al exits gehad. Dat zijn bedrijven die onderdak gevonden hebben bij grotere bedrijven die het brood zagen in zowel het team als de klanten als de technologie. Dus het is heel mooi dat we bedrijven die hier in Nederland zijn begonnen kunnen onderbrengen bij grotere partijen uit bijvoorbeeld Silicon Valley. Ja, oké. Onwijs bedankt. Superleuk dat je er vanavond bij bent. Daar zijn we altijd weer hartstikke trots en gelukkig mee. First of all, I want to give a small disclaimer. The webinar is going to be in Dutch. If you are not a Dutch speaker or if you want to have more information in English, please feel free to leave the comments in the section below. And if there is enough, if there are enough people that would like to get more information in English, or would like to attend a webinar in English, then we're happy to facilitate that. So leave your comments in the sections and feel free to comment about that. Hoe dan ook, in ieder geval voor de Nederlandse luisteraars, we houden het graag een interactieve sessie. Dus mocht je vragen hebben voor Philip of voor Koen, typ die dan alsjeblieft in en dan komen die bij mij terecht en dan zal ik die in ieder geval stellen. Want vragen van de luisteraars, daar hebben we wat aan. Hè? We zijn ontzettend benieuwd. Maar ik denk, we gaan toch als allereerst even beginnen, Koen. Want jij hebt hier echt een visie bij. Jij zegt van, er is het beleggen en het investeren in startups, dat zie je echt als de nieuwe assetklasse van de toekomst. Kun je vertellen hoe jullie hiertoe zijn gekomen? We zijn natuurlijk al een tijdje samen bezig, hoe dat is ontstaan. Startup Bootcamp was altijd in
financiële product om in early stage startups te gaan investeren. Dus mensen, slimme mensen met goede oplossingen om iets, een proces, een product op een innovatieve manier te gaan doen. Wat wij deden altijd is dat wij pakken een mandje van 10, 30 startups, echt in de vroege fase. We hebben kapitaal, maar ook support, ondersteuning, mentoren, expertise om hun naar de volgende fase te brengen. En wij investeren altijd in een mandje. Dus wij doen dat voor 12 jaar. We hebben 1300 startups geïnvesteerd in dit vroege fase. Samen met Wolte, wat startups ook na ons programma, Wolte heeft daarin geïnvesteerd. Maar drie jaar geleden al, goed kan tijd vliegen. Wij dachten, hoe kunnen wij dit proces, die mogelijkheid om in 30, 60 of 90 bedrijven het gaan investeren, meer toegankelijk maken. Want in het verleden deden wij altijd met 1 of 2 leading investors, die een heel groot aantal samen met Startup Bootcamp investeerden. En nu doen wij dat ook op een verschillende manier, doen wij in de secondary market, op de beurs, samen met een exchange. Waar wij maken het meer toegankelijk ook voor kleine beleggers, particulieren enzovoort, om echt toegankelijker te maken. Onze visie is dat als jij maakt early stage bedrijven toegankelijk voor mensen die hebben een beetje kapitaal, maar hebben een beetje op NFT's, een beetje op crypto, een beetje op stocks, maar willen ook in innovatieve ideeën gaan beleggen. Wij wilden echt een instrument gaan opbouwen, gaan professionaliseren om dit te kunnen bieden. En dat is wat Startup Bootcamp nu doet. Wat vind jij daarvan, Philip? Ja, ik denk dat het ook wel inderdaad een trend is die we in de markt zien. Mensen komen op jonge leeftijd al in aanraking met beursgenoteerde bedrijven. Dat wordt toegankelijker gemaakt. Maar eigenlijk het stuk aan private bedrijven. Tot nu was dat via crowdfunding voor misschien wat product-gerelateerde startups al wat mogelijk. Dan kon je wat dingen voorfinancieren en dan kreeg je een spel toegestuurd zodra de startup het had ontwikkeld. Maar als dat ook met softwarebedrijven binnenkort, fintechbedrijven, sustainable of impactbedrijven mogelijk gaat worden, denk ik dat we inderdaad een hele nieuwe groep van geïnteresseerde mensen kunnen aanspreken en betrekken bij inderdaad het innovatieve ecosysteem hier in Nederland en in België. Ja, en als het aan jou ligt, komen geloof ik zelfs wereldwijd uiteindelijk. Echt, want je gaf net al aan, jullie hebben meerdere programma's eigenlijk al gedraaid. Startup Bootcamp bestaat inmiddels al, hoeveel jaar? 12 jaar. 12 jaar. Inmiddels hebben jullie bijna 1300 startups in jullie portfolio, die alle programma's hebben gedraaid. Dat is niet mis. Dat doen jullie over de hele wereld. Jullie hebben jullie headquarters waar we vandaag eigenlijk aanwezig zijn hier in Amsterdam. In welke steden zit Startup Bootcamp nog meer? Amsterdam, Milano, Rome, Melbourne, Kaapstad, New York. En dan wij doen ook projecten met partners in Rio, in Londen, in Parijs. The list goes on and on and on. Dus het is best een globale ecosysteem. Want wij geloven heel veel dat startups moeten in voeten in the local, eyes on the global. Anders kan je niet opschalen. Je kan niet opschalen als je hebt alleen jouw buurt of jouw dorp als markt. Jouw markt moet globaal zijn. Dat is inderdaad ook hoe wij er naar kijken. Wij investeren net in de fase net na Startup Bootcamp. Dus bedrijven die presenteren op Demo Day, dat is voor ons het interessante moment om met hen kennis te maken. Als lokale investeerder met kantoren in Amsterdam en Gent kijken wij ook naar wat is de visie van de ondernemers. Kunnen ze hun product bewijzen op de thuismarkt? Dat kan eender welke markt zijn, maar laat zeggen dat Nederland is. Dan willen wij ook zien dat ze dat globaal kunnen gaan uitrollen, hun product. En met software is dat vandaag de dag gelukkig makkelijk mogelijk. Waar makkelijk natuurlijk tussen aanhalingstekens. Ja. Uiteindelijk, kijk, we zitten hier natuurlijk met een heel groot aantal kijkers vanavond. En we
fantastisch allemaal, leuk. Nieuwe assetklasse, start-up investing. Ja, als Koan erover gaat vertellen, dan wil iedereen dit. Maar er zitten ook heel veel haken en ogen aan het beleggen in start-ups. Ja. En wat zijn nou, kijk, jij bent echt een specialist op dit gebied. Wat zijn nou in ieder geval de dingen wat je vooral niet moet doen als je gaat beleggen in start-ups? Kun je een beetje het proces beschrijven? Hoe jullie, zeg maar, tot jullie beleggingen komen? Waar gaan jullie doorheen? Hoe maak je je selectie? Nee, zeker. Dus inderdaad, er gaat heel veel werk vooraf aan het investeren in een start-up. Om je een idee te geven, op jaarbasis zien we in de Benelux alleen al bijna 2000 dossiers. En dat zijn dan, ja, waar kijken we dan inderdaad naar voor een eerste schifting te maken? Naar het pitch deck. Dat is een korte presentatie van 12, 15 slides, waarin ondernemers hun visie op de markt, hun product, hun tractie, hun team voorstellen. Uiteindelijk op een jaar investeren we misschien in 5 bedrijven, dus 5 op de 2000. Daar gaat inderdaad een heel grote schifting aan vooraf, want we willen weten, is er vraag in de markt naar dat product? Is dit het team om dat product te bouwen dat het probleem gaat oplossen? Is er concurrentie in de markt? Dus je moet inderdaad heel veel analyse, heel veel werk erin steken om te kijken dat al die verschillende elementen, dat die goed zitten. En dan kan je inderdaad het gesprek aangaan met de ondernemer van oké, hoeveel geld heb je nodig om je businessplan de komende 18 maanden tot 2 jaar te gaan uitvoeren. En daar willen wij in investeren. En dan ben je vertrokken met die relatie met de ondernemer om zijn of haar passie, visie te helpen mee uitwerken. En dus dat is inderdaad wat wij doen op dagelijkse basis. Maar inderdaad, je moet heel diep soms in een aantal analyses gaan om goed te begrijpen wat er op dit moment speelt, maar wat er ook in de komende jaren nog... En wat zijn nou de missers? Waar kan het nou misgaan in die selectie? Want van 2000 tot 2005 komen, dat is gigantisch. Ontzettend veel werk. Inderdaad, het blijft een zeer risicovol asset class, daarom dat je inderdaad in een portfolio moet investeren, want dan spreid je natuurlijk ook je risico. Een aantal redenen waarom het uiteindelijk toch niet kan worden zoals dat je dacht in je analyse, is omdat misschien is er geen vraag vanuit de markt, misschien is er met het founding team toch iets dat hij niet had ingeschat, of is er een concurrent die veel sneller is in hun go-to-market. Ik denk dat toch een aantal dingen zijn die je op dat moment, daar kan je een goede inschatting over maken, maar je weet nooit met zekerheid dat het zal zijn. Hoe kijk je daar tegenaan, Koan? Wat is nou de kans? Want we hebben het hier over echt heel erg genoemd, dat echt early stage startups. Dus dat is hele vroege fase ondernemingen. Hoe vroeg is vroeg van de ondernemingen die bij Startup Bootcamp beginnen? Ja, wij blijven in de early fase, in de early stage. Maar early stage voor ons, het is geen vaag concept, een heel scientific concept. Wij zeggen dat early stage betekent out of consolidated team, dus niet 2 mensen die hebben een history op de pub, op de kroeg ontmoeten, een biertje gehad en oh, leuk idee, gaan we starten. Dus echt een consolidated team. In product, het moet in working solutions, ze moeten wel iets hebben, niet alleen een idee. Het kan een prototype, het kan iets primair zijn, maar het moet wel iets en een beetje tractie. Anders je kan niets versnellen, anders je bent nog in incubatie. En je moet de richting hebben van waar moet je heen. Dat is vroeg. En dan, ze moeten bewijzen, ze moeten valideren, ze moeten zien als de pricing, de go-to-market, de legals, de financials, dit kloppen. Om dan te kunnen naar mensen, net als Philip, te kunnen gaan. En in die weg, hebben jullie wat getallen van hoeveel van deze vroege fase startups vallen eigenlijk af in die route? Zeg maar vanaf dit moment tot zeg de komende 7 jaar. Wat zijn daar een beetje de kerngetallen in? Wel, ik weet dat bij ons statistiek in onze database van de 2000 bedrijven die we op een jaar screenen. Ik denk dat een vierde daarvan valt echt binnen onze investeringscriteria. Dus daar gaan we dan inderdaad het initiële gesprek mee aan. Maar ook daarna is er eigenlijk een scherpe drop-off van bedrijven die we nog niet klaar achten, omdat ze inderdaad nog niet die tractie kunnen tonen of nog niet heel goed over een aantal dingen hebben nagedacht. En dan blijven ze verder opvolgen en kunnen we inderdaad 6 maanden, een jaar later het gesprek opnieuw aangaan. Maar het is inderdaad een vrij steile
dealflow, zoals we dat noemen. Wat veel startups niet begrijpen, is dat als ze innovatief zijn, by definition, als ze innovatief zijn, de markt gaat alleen klaar voor hun zijn binnen 2 of 3 of 4 jaar. Dus by definitie. Dat betekent dat die startups hebben echt een support system nodig. Accelerators, goede investment funds, die gaan eigenlijk hun supporten tot de markt klaar voor hun is. En daarom, en dan ze worden echt groot. Dus ik denk, een van de eerste dingen die gaan mis, is wanneer startups denken ze kunnen alles doen en ze hebben niemand nodig. Dan ze worden startups in the desert en dan de failure rate. Kan heel groot zijn. Als ze geen support system hebben, dan praten wij standaard gezien 8 van 10 binnen 3 jaar gaan dood. En dan als jij pakt startups die door een accelerator zijn gelopen, met goede VC's in gesprek komen, dat valt ontzettend bijna geen failure rate, maar vanwege het feit dat ze hebben een support system nodig. Dus het is echt, over het algemeen zullen 8 van de 10 startups gewoon niet de als eerste alleen twee zijn halen. De, markt, ja. De startups die in het programma, die in een programma zitten, die hebben een aanzienlijk hogere kans om eigenlijk in ieder geval de eerste 4 tot 7 jaar te halen. Want dat is nodig om echt een eerste proof of concept eigenlijk gewoon goed neer te zetten in de markt. Maar hoeveel blijven er dan nog over na die eerste 4 jaar van de 10? Met onze ervaring, met onze rates, na 4 jaar, we praten over nog 70% survival. Dat is best... Dat is zeker boven het markt. Ja, dat is zeker boven de markt. Okay. Want wij praten over een proces van 7 tot 10 jaar van de founders journey. Dat 1/3 gaat zeker... doodgaan. 1/3 wordt een sustainable en duurzaam zaak met 20, 50, 100 mensen in dienst, maar wordt geen exponentieel Facebook Airbnb. En 1/3 dan gaat echt door het dak heen. Maar goed, we vroegen Philip al wat zijn nou de echte don'ts van het beleggen in startups? Ja. Waar moet je echt op letten als je gaat je zuur verdienen geld eigenlijk gaat investeren in een startup? Waar moet je dan rekening mee houden? Nou, jij bent een startup accelerator, maar goed, je hebt zelf ook meerdere startups geleid. Philip noemde al team, go-to-market, propositie. Wat is volgens jou de top 3 waar het echt goed fout kan gaan? Eerst is team, maar dat heeft Philip al genoemd. Ik denk eerst is wat ik noemde de inbox danger. Van de investeerder. Dus op het moment dat jij zet op LinkedIn, ik ben een investeerder, krijg je boef. Zo ontzettend veel start-up pitches. Maar dat is ook een beetje van een probleem. Want dan denk je, ik heb een heel goed deal flow, want ik krijg al die inbound. Maar dat betekent niet altijd dat inbound goed is, of dat inbound kwaliteit is. En ik heb ontzettend veel start-up investeerders ontmoet door de jaren. En die zeiden, nee, ik heb geen hulp nodig of ik heb niets nodig, want ik krijg ontzettend veel start-ups in mijn inbox. Alsjeblieft, wees voorzichtig. Natuurlijk krijg je goede dingen, goede opportunities, zeker. Maar niets vervangt goede relaties, word of mouth, referrals. Een onderdeel te zijn van een ecosysteem die eigenlijk biedt kansen voor elkaar. Dus ik denk ten eerste echt voorzichtig met wat komt binnen jouw inbox terecht. Want natuurlijk, als je een investeerder bent, komt veel terecht in jouw inbox, maar dat is soms two-edged sword. Dat is één. Ten tweede, en daar heeft Philip al een beetje over gesproken, due diligence. Er zijn ontzettend veel ideeën die blow your mind. Die wauw, als dit lukt, het wordt echt de nieuwe Amazon, Uber, Airbnb of zoiets.
do the due diligence, the checking over the team, over the numbers, over the market. Heel goed, want soms investeerders kan gewoon, oké, ik vind dit fantastisch, gaan we doen. En dat is ook een recipe voor problemen, tenminste. En breng mensen, en derde, breng mensen mee in het proces. Partners, als je hebt partners natuurlijk, maar ook mensen van de specifieke industrie, advisors enzovoort. Zelfs als het is op een pro bono manier, want niemand wil failure. Niemand wil die een start-up gaat niet werken, maar brengt verschillende invalshoeken, verschillende perspectieven naar de decision-making. Want één persoon kan niet alles begrijpen, kan niet alles weten. En de meer mensen dat jij betrokken, de meer van een informed decision je kan maken. Dus die zijn mijn drie. Oké, leuk. We hebben wat vragen alvast uit het publiek. De eerste wil ik eigenlijk even aan jou stellen, Filip. Wat zijn je hebt al een aantal punten genoemd, maar wat zijn nou de minimale criteria om die keuze dan uiteindelijk te maken dat jullie in die twee startups gaan investeren? Waar kijken jullie naar? Wel, we maken natuurlijk de beslissingen binnen ons team met een zevental mensen. Dus vaak moeten we dan wel een consensus bereiken. En dan heb je inderdaad een aantal verschillende invalshoeken. Mensen die ervaringen hebben uit specifieke industrieën of vanuit specifieke deelaspecten van een start-up. Dus wij proberen wel dat al die dingen waar iemand zijn kennis over de markt laat schijnen, iemand een analyse gemaakt heeft van het team, hoe complementair zijn de founders, om dan dat allemaal samen te brengen. En dan kunnen we inderdaad tot een weloverwogen beslissing komen. En David die vraagt erbij van ja, hoe belangrijk vinden jullie dan de financiële onderbouwing bij zo'n selectie? Wel, we worden natuurlijk telkens een businessplan gepresenteerd waarbij ondernemers een bepaald bedrag aan kapitaal nodig hebben om dat businessplan te gaan uitvoeren. Dan gaan we kijken, inderdaad, vaak is dat een Excel-bestand waarin zeer gedetailleerd lijn per lijn wordt uitgelegd. Waar gaan ze het geld aan spenderen en hoe vertaalt zich dat tot groei, zowel bij ontwikkeling van het product als uiteraard omzet van het bedrijf? Zijn die aannames realistisch? Ja. Wat hebben we bij anderen gezien? Hoe kunnen we dit versnellen of anders inkleden? Als je over start-up investing gaat beginnen lezen, ga je vaak het hockeystick-model tegenkomen. Dat is eigenlijk een grafiek die zegt, vandaag heb ik geen omzet, morgen ook niet, maar volgend jaar zit ik, gaat het zo. We weten dat dat niet realistisch is, maar we willen wel kijken dat de aannames die ondernemers maken, dat daar wel een goede onderbouwing achter zit. En het is vooral dat we willen gaan valideren. Oké. Koan, kijk je in de keuken. Volta Ventures die kijkt eigenlijk 2000 startups om tot uiteindelijk twee investeringen te komen. Jullie hebben ongeveer 30 startups per jaar die aan jullie programma's meedoen. Hoeveel startups moeten jullie daarvoor langs gaan om tot die selectie van 30 eigenlijk te komen? Eigenlijk meer toch. Per vertical doen wij 30 per jaar. Maar in totale, wij voegen toe aan ons portfolio elke jaar rond 150. 150. En wij zien top of the funnel voor die verschillende programma's meer. Natuurlijk, want wij zitten vroeger. Wij zien rond de 150.000 door ons systeem heen. 150.000 om tot die 150 startups te komen die jullie per jaar eigenlijk versnellen. Verschillende programma's via verschillende programma's. Wat is jullie magic sauce? Drievoudig. Technologie, methodologie, track record. Dus track record, want ik denk wij hebben een heel goede brand opgebouwd. Voor investeerders, voor startups. Elke keer die wij openen application voor startups krijgen wij ontzettend veel startups die inschrijven. Natuurlijk, again, inbound probleem. Dus je moet heel goed kijken wat komt binnen als dat kwaliteit is. Ten tweede technologie. Dus we hebben een platform gekocht die eigenlijk elke keer die iemand creëert een bedrijf in de kamer van koophandel, dat popt up.
Het is ons eigen platform. Er zijn verschillende software as a service in de markt die dit doen, maar we hebben dit echt gekocht en ingesteld voor ons. Dus wij kunnen ook, als er is een domein die wij willen, die wij weten, die wordt heel hot, maar er is niet genoeg start-up activiteit, maar één worden opgericht vandaag, morgen is onze scout on the line. En dan de start-up wordt een beetje, hoe heb je mij gevonden? Dus technologie is super belangrijk. Ja. En de derde, methodologie. Dus echt goed te gaan kijken wat maakt een early stage start-up succesvol. En daar kijken wij naar 100 verschillende criteria. Van persoonlijkheid, dus wij doen personality tests, business potential, technology, is de technology, niet alleen technology van de founder, maar ook de technologie die achter die idee blijft. Is blockchain zo ontwikkeld als een marketplace? Is marketplace, en dat, wat betekent dat commercieel gezien? En anyway, kijken wij door 100 verschillende metrics tijdens de selectie. En dan de verder de selectie gaat, meer in-depth gaan wij analyseren. Tot wij komen naar die 15 van de verschillende programma's. Oké, er zijn al heel veel vragen die worden gesteld over het Bold Action programma. Daar gaat Cohen straks wat meer over vertellen. Maar voordat we dat gaan doen, wat zijn nou wel... wat zijn nou wel de punten waarvan jij zegt, Philip, van oké, maar dit is dit. Ik ben inmiddels een beetje bekend met Startup Bootcamp. Ja. Startup Bootcamp is ook bekend met jullie. Mm-hmm. Eigenlijk meer voor de leek. Dit zijn nou wel de punten waardoor je wel zeg maar kan zeggen van ja, maar deze gaan we wel nemen. Mm-hmm. En die slaan we over. Wat zijn de juiste do's van het investeren in start-up? Ja, nee, ik denk dat je inderdaad als investeerder volledig moet geloven in de visie van de ondernemers. Dus wij investeren vrij breed in software, in B2B software. Dus software waar een business klant bediend wordt. Maar dat kan heel breed gaan van software voor financial services, dus software voor banken, maar ook software voor real estate bedrijven. En omdat we net zo generalistisch investeren, vinden we het belangrijk dat de ondernemers de marktexperten zijn, dat zij ons die dynamieken kunnen uitleggen. Dus dat is al heel belangrijk, dat je daar even kan gaan polsen van, oké, is dit team echt, is er een goede fit tussen de doelmarkt en het founding team? Verder proberen we inderdaad gaan kijken wat is de tractie vandaag. Zijn er al klanten die de software gebruiken? Die kunnen we dan bellen. Even checken van, hey, lost dit jullie probleem op? Zijn jullie bereid of betalen jullie er al voor? En hoe zien jullie de toekomstige samenwerking met deze startup? En dus zo heb je wel inderdaad allemaal interne en externe validatiepunten die je kan gaan gebruiken om te zeggen van oké, dit is wat we zoeken. Kun je wat vertellen over oké, als je dan uiteindelijk die start-up gevonden hebt, waarvan je zegt, hier gaan we een belang in nemen. Ja. Hoeveel investeer je dan? Wat voor percentage krijg je daar ongeveer voor terug? Ja. Dus onze investeringstickets in een eerste ronde kunnen gaan van €300.000 tot 2 miljoen. Dat is een hele grote range en dat hangt ook een beetje af van hoe ver staat het bedrijf en hoeveel geld hebben ze nodig om over 18 maanden alweer ver te staan. 80% van het geld dat we investeren gaat naar het aannemen van nieuwe mensen. Dus vaak is dat de leidende factor daar. Wij gaan altijd voor een minderheidsbelang. Vinden het belangrijk dat de founding teams genoeg aandelen, equity in het bedrijf blijven behouden, zodat ze gemotiveerd blijven om het bedrijf te blijven grootmaken. En wij weten ook dat na ons volgen er nog andere investeerders. Dat zijn vaak internationale venture capital partijen. Dus er moet inderdaad in de cap table ruimte zijn dat er verwatering kan optreden. Maar ook dat er een option pool gecreëerd kan worden, zodat de key employees van daaruit beloond kunnen worden. Want dat is ook heel belangrijk voor een early stage startup.
Oké. Dus om heel kort even voor de kijkers samen te vatten. Jullie Volta Ventures is een fonds wat belegt in start-ups. Nou, eigenlijk net nadat ze uit het programma van Startup Bootcamp komen. Focus daarbij echt op tech. Ja. Jullie beleggen per start-up zo'n 3 ton tot 2 miljoen. En krijgen daar een minderheidsbelang voor terug van 10 tot maximaal 20%. Ja. De beleggers die achter jullie staan, dat zijn over het algemeen grote beleggers. Die investeren in Volta Ventures, zodat Volta Ventures die investeringen kan maken. Dat zijn vaak grotere beleggers. Ja, het klopt. Dus we beheren momenteel 2 fondsen. En dat zijn gesloten fondsen. Dus die halen wij in een bepaalde periode op. Ja. Sluiten het fonds en zeggen oké, nu gaan we hier x aantal investeringen mee doen in de komende 5 jaar. En dan nog eens 5 jaar verder begeleiden in de groei. Het geld dat wij beheren komt inderdaad enerzijds van institutionele partners, maar ook inderdaad van private individuals, family offices, vaak mensen met een ondernemende achtergrond. Ja, en dat is denk ik uniek. Hè? Echt, in principe kan ik als particulier daar niet zomaar aan meedoen. Ja. Wellicht als ik een wat grotere ticket neem, dan zou het misschien kunnen. Startup Bootcamp heeft daar eigenlijk een nieuw model voor gevonden. Want ik zie nu heel veel vragen over de Bolt Action binnenkomen. Dus ik denk dat het tijd wordt dat we een klein bruggetje slaan naar wat nou eigenlijk de Bolt Action is. Hoe zit dat eigenaarschap? Of waar beleg je nou uiteindelijk in? Hoe ziet dat er nou uit? In beide gevallen gaat het over het indirect houden van aandelen in startups. In jullie geval 2 fondsen met een x-aantal startups. In het geval van Startup Bootcamp presenteren jullie nu de Bolt Action. Waarbij je indirect kan beleggen in een mandje van 90 startups. Ja. Kun je vertellen hoe dat in zijn werk gaat? Zeker. Dus Bolt Action is ons grootste fundraise ooit als Startup Bootcamp. Dus normaal gesproken, wij doen mandjes van 30. Nu wij doen mandjes in man van 90. Voor ontzettend veel verschillende redenen, maar ook want wij hebben gezien natuurlijk dat de meer je diversificeert jouw investments, grotere rendementen kun je krijgen. Dus 90 voor ons was de optimale maat om echt een fantastisch portfolio te kunnen bouwen. We gaan 90 in het gebied van impact, sustainability, fintech, blockchain, crypto, transportation, logistics en energy gaan bouwen. Dus we gaan 90 startups, 8%, dus 0,8% van 90 startups gaan fundraisen. En zij komen naar ons voor het programma, voor de ondersteuning, de lifetime support en een stuk kapitaal die we geven naar hen ook. Ja, dus als iemand participeert in Bolt Action, dan participeert hij als het ware in een programma wat hoeveel jaar loopt? Het programma zelf, we beginnen met de scouting fase, dat duurt 4 maanden. Dus, en dan weer 3 maanden, die is de versnelling fase. En dan daarna, het duurt nog 5 tot 7 jaar tot de exits beginnen in te pompen. Ja, dus maar in principe die 90 startups, in hoeveel tijd selecteren jullie? In de komende 3 jaar. Oké, dus in de komende 3 jaar zou Startup Bootcamp 90 startups selecteren en accelereren. En in die 90 startups neemt Startup Bootcamp samen met de mensen met die deelnemen aan het Bolt Action programma een belang van 8% per startup. Per startup. Circa 8% per startup. Ja. Dus uiteindelijk heb je dus indirect een belang in 90 startups. Ja. Wat ongeveer een 8% belang per startup. Dus denk als investeerder, denk ook aan, natuurlijk iedereen zal willen in Amazon investeren in 1997, toch Amazon in de garage nog was. Hier hebben wij maar om te kunnen forecasten wie worden de nieuwe Amazon, het is onmogelijk. Dus wat wij doen is wij creëren probability. Wij investeren in een grote mand
waarin, en nu wij weten, na 1300 bedrijven, wij zijn quite good om goede startups te selecteren. We sturen 90. Die worden alleen dan maar waardevoller. Want dan daarna ons programma, ze krijgen een round van Volta, onder andere. Dus die 8% wordt ook meer waard. En over 90, door die tijd, dus dat portfolio ook groeit in waarde. Dus wij gaan in de komende 3 jaar die 90 toevoegen aan de portfolio en dan daarna gewoon ondersteunen om echt waardevoller te maken door de jaren heen. Ja, dus als het ware, je gaat mee in het hele manje van 90 startups. Je kunt er niet één uitkiezen, maar nee. Toch vraagt Mark van, ja, krijg je een overzicht van de startups? Kun je niet gewoon kiezen van uit één van die startups uit dat mandje? Philip, wat is jouw mening daarover? Zou dat mogelijk gemaakt moeten worden? Wel, ik denk dat het goed is inderdaad om het aan te bieden als een cohort of inderdaad een mand van heel veel verschillende bedrijven. En dat je zo je risico kan spreiden. Want zeker in, en dat is ook ons model, dat we niet niet op één paard willen, om het zo te zeggen. Ja. Dus het spreiden is een belangrijk onderdeel. Maar wat wel grappig is, deze 90 startups die zijn na 3 jaar klaar. In tijdframes van elke keer 30 per jaar. Ja. Maar dat is het moment dat jullie komen. Dan zeggen jullie, goh, laten we eens even meekijken. En dan wordt één of twee van die wordt dan weer één van onze 30. De 29 andere die... Ja. Ja. Dus ik hoop dat duidelijk voor iedereen is dat na deze acceleratiefase, ja, dan gaat start-up eigenlijk alweer een tweede of misschien alweer een vijfde fase in, waarin er meer kapitaal opgehaald moet worden. Dus jullie zitten echt heel vroeg in het proces. Foot out of the garage. Juist. Een vraag over, even kijken hoor. Vraag van Evert voor Cohen. Hebben jullie zelf ook skin in the game in die 90 startups? Ja, ons contributie is alles die komt naar de 3 maanden. Wij selecteren die startups, wij helpen hun voor 3 maanden. En dan wij blijven met hun 7 tot 10 jaar. Ook met ondersteuning als zij gaan door een nieuwe round. Wij pakken ons investor netwerk. Net als Philip zei, hey, er is nog een startup van ons portfolio, wilt iets doen. Alles die komt, want de werk stopt niet na 3 maanden. Alles die komt later, dat is onze skin in the game. Ja. Dus maar en jullie krijgen dat eigenlijk, jullie dragen bij in het programma kosten, et cetera, om dat te kunnen doen. En jullie ze hebben ook een gedeelte eigenlijk van iemand start-ups. Dus onze investeerders investeren met ons in de kapitaal die zij investeren gaat om de 3 maanden programma plus de cash contributie te betalen. En alles die komt daarna, na de 3 maanden programma, de jaren die wij blijven met hun, al die kapitaal, de salaris, ons legal counsels, ons portfolio managers enzovoorts, en dat is ontzettend veel werk voor 7 tot 10 jaar, dat is ons in-kind contributie. Daar betalen geen investeerders, die worden betaald door ons succes van het verleden. Om echt een circulaire model van te maken. Ja, dus investeerders komen met de 3 maanden, wij komen met de 7 jaar daarna. Dat is een beetje de model. Daar kan jij misschien op antwoorden, Philip. Stel nou dat dus deze startups, die hebben echt het eerste stapje gezet, dan komen ze bij jullie terecht. Als ze gelukt hebben, dan worden ze eruit gevist door jullie of door andere beleggers. Want dan begint het capital raising vaak voor een startup. Hoeveel kapitaal heeft een doorgaans een start-up in de techsector? Want dat moet ik er wel bij zeggen. Software is echt wel een andere hoek dan bijvoorbeeld hardware of wat dan ook. Mm-hmm. Hoe zien die fundingrondes er gemiddeld een beetje uit? Ja,
Wel, in het huidige marktklimaat kan je het allemaal wat minder echt gaan labelen en is het minder echt één op één vergelijkbaar met elkaar. Maar wij gaan er toch vanuit dat bedrijven vaak door minstens 3 investeringsrondes gaan. Wat men dan de seedronde noemt, dat is echt in de fase dat het, de eerste versie van het product is gebouwd, de vraag vanuit de markt is aangetoond. Dan gaan we er een eerste keer in investeren om te zorgen dat ze meer klanten kunnen gaan bedienen, meer mensen kunnen gaan aannemen. En dan op het moment dat we de thuismarkt toch al goed kunnen bedienen, komt er wellicht een internationale investeerder die zegt, oké, we gaan nu echt een grotere ronde ophalen. En dan heb je het over enkele miljoenen. En die miljoenen worden dan aangewend om inderdaad internationaal te schalen, misschien een kantoor in het buitenland te openen. En dat herhaal je dan nog eens in een vervolgfase. En dat zijn dan soms rondes die in tientallen miljoenen of toch double-digit miljoenen kunnen oplopen. Maar het hangt inderdaad wel een beetje af van het businessmodel en de grootte van de marktopportuniteit, hoeveel geld er in een bedrijf gaat. Ja, dat is wel interessant, want jullie elke keer als er kapitaal opgehaald wordt, dan verwater je natuurlijk als aandeelhouder. Ja. Jullie hebben enkele van deze voorbeelden in jullie portefeuilles. Ja. Hoe zit dat nou? Want jullie beginnen met 8%. Verwater je dan keihard naar... Nee. Natuurlijk, het is niet altijd echt populair bij de start-ups, maar zeker bij de investeerders. Dus wij werken met een anti-dilute. Want anders, de situatie is als volgt, toch? Wij pakken 8% in de echt early stage. Wij helpen de start-up om echt die heel dangerous place van early stage de broekje overmaken. En dan komt de volgende investeerder en dan ons 8% is helemaal weg. Mm-hmm. Dus, en dat is ook niet goed voor ons model natuurlijk, want wij zetten ontzettend veel resources en kennis om die start-ups te helpen. Dus wij werken met een anti-dilute, zodat start-ups kunnen niet ons equity verwateren tot ze hebben een bepaalde valuatie. Natuurlijk kan je het wordt altijd een leuk gesprek te hebben aan de tafel met de komende investeerder en de start-up. Mm-hmm. Maar die enige manier die we kunnen die discussie beter maken, is gewoon een goede accelerators te gaan draaien. Echt waarde toevoegen aan die start-up. Soms de investeerder die gaat in de start-up investeren, kwam van ons programma. Mm-hmm. En uiteindelijk wat we willen is dat de start-ups zelf gaan ons verdedigen. Zelfs gaan ons zeggen, nee, raak niet die 8%. Natuurlijk, uiteindelijk gaan wij verwateren. Maar naast rounds of investment, je praat ook over recurring capital. Dus natuurlijk, als de go-to-market heel sterk is, hebben zij minder geld nodig om in de funding. Dus wat wij doen ook in ons programma is echt om die balans uit te leggen. En want de meer recurring revenues die ze hebben, meer equity kunnen wij blijven. Dus een van onze grootste exits ooit, we hadden nog, het is bijna een unicorn nu, we hebben nog 4%. Dat is precies het bruggetje wat ik even wilde stellen, want dat zijn ook vragen die ik naar voren, want... Ja, uiteraard willen mensen weten van ja, wat is nou een gemiddeld rendement van zo'n mandje? Hè? Ik denk wel dat dit mandje is anders, is uitgebreider dan de voorgaande mandjes die jullie hebben gedaan. De voorgaande mandjes waren er ongeveer 30 start-ups per mandje. Dus op dit moment bied je eigenlijk 3 van dat soort mandjes aan. Toch zie je dat ieder mandje zit er altijd wel 1 of 2, zeg ik het dan goed, echte uitschieters in. Ja. Ik vind het heel leuk om in ieder geval even een zo'n uitschieter die jullie recent hebben gehad, om daar eens even gewoon te vertellen van hoe is dat nou gegaan? Welke onderneming was dat? Ik kreeg een exit. Ja, zeker. Ik kan 2 voorbeelden geven. 1 Nederlandse start-up heet SendCloud. SendCloud kwam naar ons 2 maanden. Fantastisch idee. In de logistiek en transportation. En nu, het is bijna een unicorn. Ik denk wat 8 jaar later bijna een unicorn. In 8 jaar is niets als jij denkt over van 0 naar miljard waard. En we hadden nog van 8%, we hadden nog steeds, als ik niet vergis ben, 5%.
Want zij hadden niet nodig om zoveel rounds van capital te doen, want ze hadden een heel goed model met recurring revenue. En dat liet ons om echt dit succes van te hebben. En de tweede is Relayer. Duitse bedrijf kwam naar ons programma. IoT in factories. Dus machines verbinden om maintenance makkelijker te maken. Heeft in ons programma Munich Re verzekeraar ontmoet. Pilot met Munich Re gedaan. En 4 jaar later, Munich Re heeft Relayer verkocht voor 300 miljoen. 4 jaar na het programma. En wij hadden nog steeds een interessant belang daar. Dus dat kan van alles, speciaal in ons gebied met zoveel investeringen, die kan van alles. Maar in principe, wij proberen ons best om ons equity stake niet te hard te verwateren. Natuurlijk, als we moeten continu kapitaal ophalen, er is een andere manier. Maar er zijn altijd, en een derde voorbeeld, CUDA Bank. De grootste challenger bank, de bunk van de Afrikaanse continent, die werd net een unicorn, miljard waard. Die doet banking met inclusion in het hart. Oké, maar dan toch even terug naar het rendement. Want en uiteraard is dit allemaal informatie die ook in jullie Bold Action investeringsmemorandum staat, waarbij jullie vergelijken trekken naar voorgaande programma's. Maar wat is nou een gemiddeld rendement wat eigenlijk op één zo'n mandje gehaald wordt? Want deze unicorns of deze hele goed presterende bedrijven zijn vaak één in de mandje van 30. Ja, ja. Inmiddels hebben we een mandje van 90, dus heb je nog kleiner belang eigenlijk in het geheel. Maar wat is nou een beetje, als je de average neemt van het geheel, wat de performance zou moeten zijn van zo'n belegging in de wij praten over een verdubbeling van kapitaal gemiddeld. Met de mogelijkheid, als wij pakken die meest mature, die oudere mandjes die wij hebben, die oudere mandjes die wij hebben zitten nu op 15 keer returns. Okay. Maar als wij pakken alles en maken een beetje van een chicken average met de jongere en die oudere, we praten rond een verdubbeling van kapitaal. Wat vind je ervan tot nu toe, als je dit verhaal hoort? Ja, ik denk dat inderdaad het aanbod waar je inderdaad in heel veel zeer vroege fase bedrijven kan gaan beleggen en zo meteen ook je risico kan diversifiëren, dat is natuurlijk, dat opent natuurlijk mogelijkheden voor inderdaad ook nieuwe investeerders of mensen met wat kleinere budgetten die inderdaad niet bij de klassieke venture capital fondsen terecht kunnen. Dus zeker wel een nieuwigheid in de markt. Ja, want dat is iets unieks, hè, waar Startup Bootcamp dit jaar voor gekozen heeft. In principe hebben jullie eigenlijk twee type investeerders aan wie jullie dit aanbieden. Jullie hebben de professionele investeerder. Dat is, ik denk, vergelijkbare investeerder die jullie ook wel eens aanspreken of aantrekken. Ja. Dat zijn mensen die tenminste 100.000 euro of meer beleggen. Ja. En afhankelijk van hoe snel ze meedoen, krijg je een bepaalde korting op het inschrijfbedrag. En daarnaast heb je ook het dit jaar mogelijk gemaakt voor juist de kleinere belegger om ook mee te doen. Tot een bedrag van maximaal 5.000 euro. Ja. Waarom hebben jullie dit gedaan? Ten eerste om het ecosysteem sterker te maken. Want er zijn zoveel mensen die vinden startups gaaf. Ze lezen over Mark Zuckerberg en Elon Musk enzovoort. En dat is voor hun super inspirerende. En dan ze werken met alle soorten, en ze begrijpen alle soorten van nieuwe technologieën, net als crypto en blockchain enzovoort. Waarom niet die twee concepten samen met elkaar? Waarom niet investeren in die mensen de nieuwe platforms om NFT te gaan traden, om direct in die platform gaan investeren? Want natuurlijk, de professionele investeerders die investeren 100 plus, ze investeren met ons voor een reden. Ze investeren die verspreiden en dan ze pieken de winnaren en dan ze double down in de winnaren tot aan het eind van het proces. Maar de nieuwe generatie en de generatie die wil in een soort van NFT 2.0 gaan investeren,
die wilden wij echt iets gaan bieden dit jaar. Ja, maar die gaat in principe op de exactzelfde voorwaarden mee als de grote investeerder. Dus die heeft weliswaar een kleiner deeltje in het geheel. Die krijgt niet de korting bij de inschrijving. Dat is denk ik wel belangrijk om te noemen. Maar je maakt het dus mogelijk voor eigenlijk iedere belegger die hier aan wil deelnemen tot een bedrag van maximaal 5000 euro. Want daarboven zeggen jullie van dan richten jullie je echt op professionele investeerders. Er was dus ook een vraag van wat is het, bieden jullie ook investeerders de mogelijkheid aan om tussen 5000 of 100.000 euro te investeren? Nee, het is of maximaal 5000 euro. Mocht je meer willen beleggen, dan val je echt in het professionele segment. En dan wordt een wij willen meer mensen betrokken aan die early stage space. Mm-hmm. Om te zien wat zijn die fantastische ideeën die gaan de wereld helemaal veranderen en die willen mee in dit avontuur. En dat hoeft niet beperkt te worden. Het kan, en dat is een beetje onze missie, om meer mensen, getalenteerd mensen, naar dit ecosysteem te brengen. Om echt dit te gaan helpen naar de volgende fase te brengen. Ja, want dat is denk ik een volgende vraag voor jullie, Philip. Als jullie zo'n participatie nemen, dan is dat overigens over het algemeen een belang wat jullie voor x aantal jaar aanhouden. Kun je vertellen hoe gemiddeld, hoe lang je ongeveer aandeelhouder bent in zo'n start-up waarin jullie een belang nemen? Ja, dus de fondsen uit welke wij investeren, die lopen voor 10 jaar. En ook wij hebben investeerders, dus zij verwachten ook geld en winst terug na die 10 jaar. In de eerste 5 jaar van zo'n fonds gaan we dan inderdaad investeren in bedrijven, in start-ups. Dus dat bepaalt dan hoe lang we nog hebben om de bedrijven te helpen groeien, door die vervolgfinancieringen te gidsen en dan uiteraard richting die exit te werken. Dus gemiddeld 6-7 jaar werken wij zeer intensief samen met die ondernemers. En dan gaandeweg dat traject komen er inderdaad nieuwe investeerders bij. Die hetzelfde doel voor ook hebben. Nou, jullie hebben, en daarom, ik probeer het goed te vergelijken met elkaar, dat ook de kijkers hopelijk goed begrijpen, want het is uniek, het is nieuws, het is belangrijk dat het goed uitgelegd wordt. Jullie hebben ervoor gekozen om de bold action te listen, om hem te noteren. Wat het mogelijk maakt om tussentijds, dus niet die gehele 7 jaar te hoeven wachten, maar tussentijds je aandeel te kunnen verhandelen, je aandeel in dat mandje van 90 start-ups. Waarom hebben jullie dat gedaan? Om precies dit model toegankelijker te maken. Om echt precies om meer mensen te betrekken naar dit. Want zoveel mensen willen in Airbnb, in Tesla en Facebook gaan investeren, maar de drempel is zo hoog. En dat was ook toen in het verleden bij Start Bootcamp. We werkten met 2 of 3 leading investeerders. En wij wilden dat toegankelijker, maar ook een instrument die werd makkelijker voor de gemiddelde investeerder. Dus zij kunnen natuurlijk investeren en dan wachten tot die exits gebeuren. Dat is prima. Maar dat kan ook dat na 1 of 2 jaar, life changes en ze willen iets anders doen met hun kapitaal. En dan kunnen zij ook een beetje liquiditeit hebben om iets anders te doen met kapitaal. Dat is best uniek wereldwijd. Ik denk dat het goed bij belangrijk is om te vermelden dat er natuurlijk wel vraag en aanbod moet zijn. Zeker. Daarom is het denk ik ook een reden. Het is waarschijnlijk ook een reden dat jullie nu ook de kleinere beleggers aantrekken. Want het is niet per definitie een hele liquide belegging. Nee. Dus voor de kijkers, als we ik noem maar wat, een NFT naast een bitcoin plaatsen, dan weten we allemaal dat een bitcoin heel liquide is en een NFT doorgaans niet. Het feit dat je dit mandje startups noteert, wil niet per definitie zeggen dat het ook meteen heel liquid is. Nee, maar het gaat erom dat in ieder geval de optie en de mogelijkheid er precies, is. Precies. Maar over het algemeen heb je wat tijd nodig om te zien hoe die start-ups zich ontwikkelen. Ja. Wat heel leuk is om te vertellen, ieder jaar sluiten jullie die programma's af met demo days. En dan gebeurt er wat. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, wat op Demo Day gebeurt, Demo Day is ons laatste evenement in het programma, in de 3 maanden programma, waar de start-ups gaan naar de wereld. Dus ze gaan presenteren naar Philip. Naar mensen net als Philip. Na een heel intensieve proces waar wij gaan begeleiden om dingen ready te maken, klaar te maken. Investor ready, collaboration ready, market ready. Ready for scale. Klaar om te kunnen starten met die opschalen. En dan op Demo Day, het is een giga evenement. In het verleden deden wij fysiek in een groot auditorium. En nu doen wij digital en nu digital hybride. Met duizenden mensen, 100 mensen in breakout rooms. En het is een evenement dat is ontworpen om die start-ups echt exposure te geven. En idealiter die zeggen hun volgende funding round closen. Die zeggen corporate clients, als ze zijn B2B, ze gaan exposure krijgen. Maar natuurlijk, als dat een succes van maakt, gaat de hun waardering omhoog en dan de portfolio wordt ook meer waarde. Ja, dus dat is denk ik ook leuk en goed voor de kijker om te weten. Dus aan het einde van het programma, dan begint eigenlijk... Dan begint hun leven. Pas echt. Nou, dat is al lang al echt begonnen, maar dat is eigenlijk de hele start-up periode is gewoon keihard werken. Maar financiering en funding is daarin een heel erg belangrijk component. En de Demo Day gebruiken jullie als het ware om platform te bieden aan die start-ups. Om te zeggen van kijk, deze start-ups hebben het programma doorlopen. Gaan nu een volgende fase van funding in. Dat is ook interessant, hè, voor de mensen die hebben belegd in het programma. Die kunnen dan naar al die individuele start-ups kijken. En zelfs dan ervoor kiezen om in die individuele start-ups mee te doen. Hebben dan wat dichter op gezeten. Die weten dan wat erin zit. Dat is ook een mogelijkheid voor hun om vervolginvesteringen te gaan doen. Dus de mogelijkheid om dat te doen. Een andere vraag van Evert, die zegt van die €5.000 per particuliere investeerder, dat is dus over het hele programma. Je doet in het hele mandje mee. Als je een relatief kleine investering kan maken. Ja. In hoeverre worden de investeerders betrokken? Wat doen jullie om de investeerders te informeren? Want jullie zullen daar hele strakke richtlijnen voor hebben. Ja, jullie zullen niet honderden, duizenden investeerders hebben. Dat geloof ik niet. In jullie geval is het anders. Hoe houden jullie de investeerders van het BOLT-programma? Ja, ten eerste qua compliance. We moeten elke jaar alle de portfolio update geven. Van waar staan wij, wat is de status enzovoort. Maar dat is de bread and butter. Dat is wat wij moeten gewoon doen. Elke verandering of nieuws wordt gecommuniceerd naar alle investeerders door die exchange platform. Maar om investeerders betrokken te maken, zij kunnen ook betrokken zijn in het programma. En dat waarderen wij ook. Dus, en natuurlijk niet iedereen wil betrokken zijn door de hele traject. Maar wij bieden wel de kans. Van de moment die wij hebben de long list van de eerste 2000 startups. In verschillende evenementen, als wij die selectie kleiner maken, tot die eind in de selectiedagen, maar ook door het programma heen, het 3 maanden programma heen. Veel van onze investeerders zijn ook mentoren van de start-ups. Mm-hmm. En op Demo Day. Dus de investeerder heeft de kans en de vrijheid om hun betrokkenheid te kunnen craften op de manier die zij willen. En ook als zij willen niet betrokken te zijn überhaupt. Dat kan ook. Ja. Maar dat is ook een heel leuk avontuur. Want veel van onze investeerders die zitten in de selectiedagen. En dan daarna op Demo Day. Ze zeggen altijd, ja, die lijken niet op als die startups die ik heb in de selectiedagen gezien. Want zo veel veranderd. Philip ziet dat ook. Want Philip helpt ook in ons programma. Ja, dat is een heel groot verschil inderdaad. Tussen hoe iemand of hoe een team programma ingaat en hoe ze er dan uiteindelijk uitkomen op Demo Day. Dus dat is wel mooi om te zien. Ja.
We gaan richting het einde van dit webinar. Ja, het gaat ontzettend snel. Dus we hebben eigenlijk nog tijd om één laatste vraag te beantwoorden. Dus als er nog mensen uit het publiek zijn die een vraag willen stellen, dan kan dat nog. Ik denk dat ook wij gaan. Dus stel die vraag zeker, dan zal ik die zo meteen stellen aan Colin of Philip. Zet er ook even bij aan wie je de vraag wil stellen, dat helpt mij ook. Ik heb nog een interessante stelling. The next 1000 unicorns will be sustainable, scalable innovators. Een uitspraak van Larry Fink, CEO van BlackRock. Ja. Wat vind jij daarvan? Wel, ik ga hem zeker niet tegenspreken. En ik denk inderdaad dat wij zien steeds meer ondernemers werken in die hoek van sustainability, van impact. Dat is wat de ondernemers aan werken. Maar wij zien ook onze conculega's van andere investeringsfondsen dat echt toevoegen aan hun investeringsfocus en dan ook meer gaan positioneren. En dan heb je natuurlijk de development goals van de VN die ze daarbij in acht nemen. Dus inderdaad, ik denk dat we de komende jaren nog heel veel investeringen in bedrijven in die space gaan zien. Uiteraard, de term unicorn is puur op waardering gebaseerd en dat is iets wat contractueel bepaald wordt. Maar ja, goed, er gaat kapitaal naar die hoek vloeien en dat zien we vandaag de dag al. Je hebt er ook een interessante visie over komen, dat weet ik, want daar hebben we het over gehad tijdens onze Future of Finance event in Cape Town. Innovatie of sustainability, impact. Waarom is dat zo belangrijk voor jullie? Om wel die keuze te maken, om te zeggen, wij pakken alleen maar die impactvolle startups. Een pragmatische en ook een dream missie reden. De pragmatische is, want wij weten dat in de komende 10 jaar alle investments, alle regelingen, alle subsidies krijgen een KPI van innovatie. Dus in de komende 10 jaar een start-up die wil groeien, die wil kapitaal, die wil POC's of pilots met corporates, die wil de nieuwe generatie van consumenten goed kunnen werken, moeten gewoon niet misschien een impact green energy enzovoort, maar moeten impact in the heart. Yep. Equality of gender, female founders in the founding team, ethnicity, good working and economic conditions enzovoort. Zelfs als ze zijn in e-commerce, ze moeten wel impact KPIs intern hebben, anders gaan ze niet groeien. Dus wij weten dat al vanwege consumenten, overheden, fondsen enzovoort. Dus dat is de pragmatische reden. En de missie, waarom wij hebben echt een turnaround gedaan naar sustainability, is want wij weten dat alleen 5% van de development goals van de VN zijn bereikt. Mm-hmm. En we hebben een calculatie intern gedaan. En als we kunnen niet tellen aan de overheden en de grote corporates om de SDGs te gaan halen, hoeveel founders, getalenteerd mensen met goede ideeën, heeft de wereld nodig om de wereld te gaan redden? En we hebben gekomen naar een aantal, 170.000 start-ups heeft de wereld nodig om echt in impact. En dat gaan we doen als start-up. Dat is onze roadmap. We kunnen niet in alles investeren, maar dat is ook een van de redenen die we gaan van 30 naar 90. En wij hebben andere initiatieven ook om start-ups te helpen naast ons programma's. Maar wij geloven echt dat innovatie gaat de wereld redden en innovatie is gedreven door getalenteerd mensen met goede ideeën. En dat is wat wij en Volt Ventures en in Exchange, wat wij zijn hier om te doen, om die founders te kunnen versnellen. Ik word er altijd heel erg blij van. Ik vind het echt ontzettend inspirerend hoe jij daar tegenaan kijkt. Ik kan er uren over praten met jou. Dat hebben we ook al heel vaak gedaan. In ieder geval naar vanavond. Philip, wat ik heel leuk vind. Nog even in de laatste ronde vraag van die de mensen stellen. Van, ja, hoe kan je nou, is niet veel logischer, en dat is ook wel grappig als we hier zo zitten, dan kom je eigenlijk ook wel een beetje tot die conclusie. Is het niet veel logischer dat, zeg maar,
programma van Startup Bootcamp gekoppeld wordt aan een vervolginvestering van bijvoorbeeld een fonds soortgelijk aan Volta Ventures. Nou, daar hebben wij natuurlijk al meerdere gesprekken over naar die mogelijkheden van ja, hoe kun je nou de vervolginvesteringen van de ondernemingen die aan jullie programma's meedoen, kun je dat ook weer beter organiseren. Nou, er zit ook nog een hoop aan te komen, dus daar gaan we zeker op terugkomen. Heb je daar vragen over, heb je daar ideeën over, deel die ook alsjeblieft in de comments. Dat voedt ons. Wij doen daar gewoon absoluut wat mee. Lopen we tegen het einde aan. Als je dit nou een interessant webinar vond, het is zeker niet de laatste. Volgende week op dit tijdstip zullen wij weer bij elkaar komen. En dan gaan we het hebben over ja, hoe ga je nou echt impact maken met deze 90 startups. En voor die sessie hebben we ook een aantal startups uitgenodigd. Die ook zullen delen van ja, hoe zit het programma nou in elkaar. Hoe kun je onze nou, alumni, want we hebben nu... Ja. En de alumni inderdaad. Vandaag hebben we eigenlijk vooral gekeken vanuit de bril van de investeerder naar Startup Bootcamp. Zometeen, of in ieder geval in de volgsessie, zullen we het gaan hebben over ja, hoe ervaart die startup het nou? Ja. Hoe zorgt die nou, hoe heeft die dat ervaren? Hoe wordt die geaccelerated eigenlijk naar een volgende fase om nog beter en een nog grotere kans van slagen te krijgen? En dan zijn ook echte startups aan het woord. Kunnen jullie die ook verschillende vragen stellen? Ik kan me voorstellen dat het gewoon een heel nieuw topic is, een heel nieuw thema is waar je absoluut meer over wil weten. Ben je nou geïnteresseerd? Heb je nou meteen interesse om deel te nemen in dit programma? Er zijn natuurlijk er is de mogelijkheid tot inschrijven. Wil je daar meer informatie over weten? Lees alles goed door. Er is meer dan voldoende informatie beschikbaar op NXChange. Het investeringsmemorandum, de presentaties van Startup Bootcamp zelf. Verdiep je er goed in, lees het goed na, want je moet uiteindelijk denk ik wel snappen waar je in staat. Dat kun je doen door naar NXChange te gaan en in de onderstaande link kun je daar terechtkomen. Mochten jullie vragen hebben over het aanmaken van een account bij NXChange, dan kunnen jullie altijd contact opnemen met NXChange zelf. Als je nou een groter bedrag wil beleggen in Startup Bootcamp, kan ik me zomaar voorstellen dat jullie even contact willen hebben met Startup Bootcamp zelf. Wij verwijzen jullie graag door. Startup Bootcamp is altijd beschikbaar voor meer informatie, voor vragen over dit portfolio. Wij hopen weer op jullie komst volgende week. Schrijf je absoluut in voor het volgende webinar. Vanavond hadden we al ontzettend veel mensen ingeschreven. Dat inspireert ons om dit goed op te zetten, dit nog meer te gaan doen. Heel hartelijk dank voor jullie komst. Heel hartelijk dank, Philip, dat je erbij was vanavond. Onwijs mooi. En Koan, ik kijk uit eigenlijk weer naar volgende week, want dan gaan we de starters zelf spreken. Yes. Dank je wel. Dank jullie wel.